op te fietsen. Mangs, als ik op de fietsen, dan denk ik wel eens. Me mist iets toch niet. Maar als ik denk, dan denk ik, denk niet te vallen als kan, maar die moet nog verdaan. Als ik even in het stadhuis kijk, dames en heren, ik weet niet of u vaak tv kijkt en dan vooral naar de raadsvergaderingen, maar wij kunnen ook uren in het stadhuis besteden aan de aanleg van fietspaden. Dat leidt soms wel tot resultaat, maar ook heel vaak niet, maar we zijn er ook op het stadhuis waanzinnig druk mee. Natuurlijk, dit is een van de ook uniek, hè, dat we hier zomaar door de winkelstraat mogen fietsen. Waar mag dat nog tegenwoordig? En dat doen we dan weer in zo'n goede harmonie zoals dat in Almelo ook te doen gebruikelijk. En u ziet het gaat allemaal soms wel heel wonderbaarlijk, maar toch ook allemaal goed. Kijk, ik wil allereerst zeggen dat ik ontzettend vereerd ben met de plaatsing van dit gedicht. En ik vind de plek voor mij ook heel bijzonder, want ja, dit gebouw of iets verderop, daar weet ik niet precies, maar in ieder geval in het gebouw van de oude V&D, waar heel vroeger V&D, waarvan mijn moeder nog winkelmeisje geweest is voor haar trouwen. Daar ben ik op het 12e jaar, toen het geen V&D meer was, maar een meubelzaak, de Woonstee, die mijn vader runde met nog twee andere meubelboeren, ben ik liftboy geweest. Ik heb er nog een foto van met zo'n echt zo'n liftboy pakje. En ja, dus ik vind de plek ook heel bijzonder. Ik moet het voorlezen, of ik ga het voorlezen, maar het is geen Shakespeare, het is ook geen Joost van der Vondel, het is ook geen Willem van Doorn, maar het is ook nog eens op waarheid berust ook nog. Ik heb het geschreven in 1977, dus alweer 40 jaar geleden. En het is ook nog eens op waarheid berust dus, want ik fietste door de stad 's nachts, ik kwam terug uit de café en ik was eigenlijk niet meer... Hij was eigenlijk niet verantwoord om nog te fietsen, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb het toch gedaan en ik weet wel, als ik begon te denken, bijvoorbeeld aan een gesprek dat ik had in een café, dan had ik moeite om de fiets recht te houden. Dus toen dacht ik, denk niet te vallen als kan, want die moet nog verdaan. En de volgende dag heb ik dit gedichtje ervan gemaakt, dus uit 1977. Ik bedenk ook dat een gedicht net een lengte heeft dat je hem al fietsende nog kunt leren. Als je echt een plukker bent, moet je hem plukken. Als je uit café komt. Dan.